Of je nou op de manege rijdt, of je hebt een eigen paard, grote kans dat je gebruik maakt van een bit. Er zijn dan ook veel verschillende soorten, maten en materialen bitten verkrijgbaar. In deze video ga ik jullie een aantal mondstukken laten zien en dan ga ik de verschillende soorten materialen uiteenzetten. Een eerste mondstuk is het enkel gebroken mondstuk. Dit mondstuk heeft één scharnierpunt in het midden en zorgt daarom voor meer ruimte voor de tong. Een enkel gebroken bit werkt dus meer in op de zijkant van de tong, de lagen en de lippen. Wanneer de druk wordt genomen op het bit, knijpt deze als het ware een beetje samen. Dit bit is toevallig ook nog anatomisch gevormd, waardoor hij heel mooi in de paardenmond past. Een tweede mondstuk is een dubbelgebroken mondstuk. Dit is ook meteen het meest populaire mondstuk. Dit mondstuk heeft twee scharnierpunten in het midden en heeft dus ook een tussenstukje. Het tussenstukje kan dikker of dunner zijn. Een dikker tussenstukje zorgt voor meer druk op de tong, terwijl een dunner tussenstukje dus voor minder druk op de tong zorgt. Daarnaast kan het ook een plat stukje zijn en dan heeft het ook meteen een scherpere inwerking. Een dubbelgebroken mondstuk werkt in op de tong, op de lagen en op de kaak van het paard. Een volgende mondstuk is het waterfoorbit. Dit mondstuk bestaat uit heel veel verschillende losse schakeltjes die aan elkaar zijn verbonden. En is ideaal voor paarden die tegen het bit leunen of die zichzelf vaak vastzetten in de nek of in de kaak. Dit bit stelt eruit namelijk in staat om het paard door middel van teugelhulpen wat losser te maken. Het is wel aan te raden om dit bit alleen te gebruiken bij ervaren ruiters en paarden. Een laatste mondstuk is het ongebroken mondstuk. Dit heeft dus geen scharnierpunt zoals een enkel of dubbelgebroken bit en zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling op de tong en op de mondhoeken. Een ongebroken bit is iets anders dan een stang, omdat de stang een hefboomwerking heeft, dat heeft dit bit overduidelijk niet. Je hebt ook ongebroken bitten die een tongboog hebben, omdat sommige paarden de druk op de tong niet fijn vinden, waardoor ze een poortje als het ware op het bit hebben gemaakt. Wanneer je het type bit hebt gekozen, kun je ook nog kiezen uit verschillende soorten materiaal. De meest gebruikte is de roestvrij staal. Roestvrij staal is erg robuust en blijft ook heel lang mooi. Daarnaast kun je ook kiezen voor een kunststofbitje. Deze zijn van sterk kunststof gemaakt en hebben een harde kern, waardoor je paard ook niet makkelijk kan doorbijten. De meeste kunststofbitjes hebben een smaakje, zoals deze heeft bijvoorbeeld een appelsmaakje, omdat paarden vaak een smaakje op het bit heel erg fijn vinden. Nou, wanneer je geen kunststofbit wil, maar wel een bit met een smaakje, kun je ook kiezen voor Sweet Iron. Deze ken je aan de blauwe kleur en Sweet Iron geeft het paard een zoet ijzeren smaak in de mond wanneer het in contact komt met vocht, zuurstof en speeksel. Daarnaast stimuleert de bit ook de speekselproductie van het paard. Dan heb je ook nog rubberen bitten. Deze bitten zijn wel alleen te gebruiken bij paarden die van nature voldoende speeksel aanmaken. Omdat paarden die een wat drogere mond hebben, rubber als heel erg onprettig ervaren, omdat rubber erg snel warm wordt in de mond. Verder kun je ook nog kiezen voor een bit met rolletjes. En deze bitten worden vooral gebruikt bij paarden die neiging hebben om het bit snel vast te pakken. Met deze rolletjes kunnen paarden namelijk minder makkelijk grip krijgen op het bit. Het is bij de keuze van een bit heel belangrijk om goed naar de reactie van het paard te kijken. Er zijn namelijk paarden die een bepaalde voorkeur hebben voor een bepaald bit en dat ook duidelijk aangeven. Daarnaast is de anatomie van het paardenhoofd ook heel belangrijk, dus kijk goed of je paard een brede of juist smalle kaak heeft, of juist heel weinig of veel ruimte in de mond. Het is dan ook niet zonder reden dat er zoveel verschillende soorten bitten en materialen verkrijgbaar zijn. Dan nog een kleine disclaimer. Zorg dat de tanden van je paard goed worden bijgehouden en problemen tijdens het rijden zijn niet op te lossen door een scherper bit in te hangen. Deze problemen vragen juist goede begeleiding en goede training.